De nieuwste praatshow van de Meilandjes, Chateau Meiland VIPs, lijkt kijkcijfermatig een succes te zijn met een indrukwekkende 940.000 kijkers voor de eerste aflevering, maar inhoudelijk oogst het programma weinig lof. De kritieken stromen binnen en zelfs Angela de Jong, die eerder positief was over de Petty Brat-serie, is nu kritisch. In haar column uit Angela haar vermoeidheid met betrekking tot de Meilandmanie. Ze vraagt zich af hoe lang je een succesvol format kunt uitmelken, vooral wanneer het overduidelijk is dat de glans ervan al lang is vervaagd. Haar observatie is scherp, het draait in deze spin-off helemaal niet om de gasten. Natuurlijk niet, Duh. Het gaat puur en alleen om de familie Meiland zelf, zoals altijd. De tv-recensent van de Volkskrant, Alex Maasreeuw, deelt in de teleurstelling. Zijn kijk op de Meilandjes is onthutsend. Kijk naar de familie Meiland en zie een familie die voorgoed lijkt aangetast door de jarenlange aanwezigheid van camera's. Niets voelt nog oprecht of authentiek, alles is een act van hysterische opwinding, gespeelde oprechtheid en groteske tv-gekte. Telegraafcolumnist Mark Koster was de eerste die het programma genadeloos bekritiseerde, met specifieke vermelding van het ongemak rondom gastoptredens, zoals die van politicus Carolien van der Plas. Maasreel sluit zich hierbij aan... Waarbij hij opmerkt dat het onderscheid tussen serieus te nemen politici en voltijdse BN'ers steeds vager wordt. Hij adviseert van der Plas zelfs om wat meer afstand te bewaren tussen politiek en het vertoeven met de Meilandjes. Ook parolrecensent André Nientiet geeft de voorkeur aan diepgaande interviews, zoals die in het BN-programma Boerderij van Dorst. Hij merkt op dat Chateau Meiland Fips elk onderwerp laat verzanden in dubbelzinnigheden en hysterisch geschreeuw, in tegenstelling tot de diepere lagen die Raven van Dorst weet aan te boren. Al met al lijkt de charmante schijnwereld van Chateau-Meiland-Fips niet iedereen te bekoren en de kritiek lijkt zich te concentreren op het gebrek aan oprechtheid, diepgang en relevantie in het programma.